sweet sushi. Dit ga je lekker vinden, Gijs, want hier zit helemaal geen vis in. Alleen maar snoep. En wat heb je nodig? Allemaal soorten snoepjes. Je kunt gebruiken zure matten, dropveters. Oh ja, en Gijs, zit er toch een vis in. Maar ik denk dat je deze wel lekker vindt. Ook nodig marshmallows, boter en gepofte rijst. Eerst ga ik de boter smelten met de marshmallows. Dit gaat even een paar minuutjes in de magnetron. Even kijken of hij al zacht is. Ja, helemaal goed. Kijk dan. Perfect zacht. De boter is gesmolten. Nou, ga je het goed doorroeren, zodat je geen klontjes meer ziet. Zo. Dan is het nu tijd om de gepofte rijst erbij te doen. Ja, zoals je ziet is het moeilijk roeren, want het kleeft echt enorm. Ik ben ook eigenlijk meer aan het scheppen. Maar de bedoeling is dat ieder rijstkorreltje een laagje marshmallow krijgt. Dus even goed doorscheppen. Dit marshmallow mengsel, dat werkt als een soort lijm. En dan is het nu tijd voor de tweede stap. We gaan de sushi bodem leggen. Dat doen we met een bakplaat en daarin een bakpapiertje. Oké, je legt het mengsel in de bakplaat, op het papiertje. En dan verdeel je het, zodat je overal een even dunne laag gaat krijgen. Doe dat even met een bakpapiertje. En je moet ervoor zorgen dat het plat wordt. En dat kan in karatestijl of gewoon met je handen erin drukken. Als het maar plat wordt, dat is het belangrijkste. En dan ga ik nu de sushi rollen, net als in het echt. En daarvoor heb ik dit bamboe matje. En met een schaar knip ik daar dan langs, zodat ik precies zeker weet dat het de goede maat is. Zo. Dan leg je het bamboe matje eronder en dan gaan we de sushi beleggen. Dan gaan we rollen en daar is dus dat bamboe matje zo handig voor. Je drukt de snoepjes aan en je rolt hem zo strak mogelijk. Nou, dan pak je het bakpapiertje eraf. En zoals je ziet heb je nu een ronde sushirol. Die knip je eraf. Dan heb je dus een sushirol met de snoepjes erin. Maar ja, dit is natuurlijk nog geen sushi. Dit moet je afknippen. Knip door het snoepje heen. Dan heb je nu dus allemaal sushi stukjes. Maar om er echt sushi van te maken, gebruik je een zure mat. En die draai je eromheen. Kijk. Je drukt hem er goed tegenaan. Dat blijft vanzelf al plakken door al het marshmallow. En je knipt hem af als hij bij het andere uiteinde komt. En dan doe je de andere kant. En het leuke aan je eigen sushi maken is dat je helemaal zelf kunt bepalen wat je erin doet. Nee, dat is geen vogelvoeren. Dat is sushi, niet eten. Deze sushivorm noem je maki sushi, maar je hebt nog veel meer soorten sushi. Kijk, wat dacht je bijvoorbeeld van deze? Als je die door midden snijdt, je hebt maar een klein vlakje nodig. Dat doe je twee keer. Dan stapel je hem erop en dan leg je er een stukje zure mat op. Zo, staat leuk en smaakt heel lekker. En dit wordt een hele gevaarlijke sushi. Hier doen we namelijk een krokodil. Ja, die heeft echt niemand hoor. Zo. Zorg ervoor dat hij er niet afvalt. Dus pak even een snoepveter. En tadaa! Een krokodil sushi. Als je dit heel veel doet, dan heb je uiteindelijk dit. Nou, de krokodil sushi zet ik er snel bij. Zo. Konnichiwa! Mijn sushi party kan beginnen.